die vrouw die vertelt dan huilend dat haar man dat jaar is overleden en dat dit de eerste kerst is zonder hem. En dat, ja, dat ze al zo opkeek tegen die kerstdagen en dan komt dit er ook nog bij. Het was de eerste kerstdag, een aantal jaar geleden. En ik mocht werken als forensisch onderzoeker. Tegen een uurtje of 11 gaat de telefoon. Het is ingebroken in de Achterhoek. Dus ik stap in mijn bus, rij richting die boerderij in de Achterhoek. Ik kom binnen, ik wil meteen aan het werk, maar die bewoner zegt, doe niet zo raar. Eerst kersttafel en eerst koffie, het leed is toch al geschied, het is kerst. Dus ik ga zitten en krijg daar ook van de bewoners te horen dat ze flink eind zijn gaan wandelen 's ochtends met de honden. En een inbreker heeft daar gebruik gemaakt van die afwezigheid van hen en van die honden. Als ik de koffie en het kerstbrood op heb, dan begin ik met sporenonderzoek. Als ik bijna klaar ben, gaat weer de telefoon. Rick, we hebben nog een inbraak in de buurt, kun je daar ook heen? En eigenlijk gaat dat zo een beetje door die dag. Meerdere inbraken, allemaal overdag gepleegd. En overal eerst koffie en een stuk kersttafel of een stuk kerststol. En overal moet ik mee eten. Op een gegeven moment krijg ik het verzoek om naar een dorp verderop te gaan. En ik bel aan en daar wordt de deur open gedaan door de vrouw. Helemaal in tranen. En achter haar zie ik twee jochies ook helemaal in tranen. Ja, ze laat me binnen. En dan zie ik enorme ravage in die kamer. De kerstboom op de grond. Kerstballen in stukken eromheen. En dan legt die vrouw me uit. Ze zei, ja, haar man was dat jaar onverwacht overleden. Dit was de eerste kerst zonder hem. Ik keek zelfs al tegenop en dan komt dit er ook nog bij. Dus ik kijk de jochies aan en ik zeg, joh, als jullie mij eens gaan helpen boeven vangen, dan kan mama de kerstboom rechtop zetten en hier een beetje opruimen. Dus ik neem die twee mannetjes mee, doe ze een paar veel te grote handschoenen aan, mondkapje voor, geef ze een lamp en ik neem ze mee naar buiten en dan gaan we schoensporen zoeken. En ik laat ze zien hoe het werkt, met vingerafdrukken zoeken en ik geef hun ook even de kwast. En nou, kinderen helemaal blij. En ik vind echt zulke mooie sporen dat ik ook wel denk dat ik de zaak op kan gaan lossen. En dan zie ik die oogjes helemaal glinsteren van yes, helemaal ja, glinsteren van trots. En niet meer van de tranen om wat er gebeurd is. Nou, als we alle sporen hebben, dan ga ik met die twee kleine boevenvangers weer de woonkamer in. En dan zie ik dat de moeder de kerstboom weer overeind heeft. En de lampjes doen het gelukkig nog. En dan zie ik 4 kommetjes soep op tafel staan. Ja, en die moeder ziet me kijken en die zegt, ja, boevenvangers moeten goed eten, dus dat geldt ook voor jou. Maar wederom de telefoon. Rick, er is nog een inbraak. Ik kom daar aan. De hele familie zit al aan het kerstdiner. Ik zeg tegen de bewoners, ik begin gelijk met sporenonderzoek. Eet u lekker door, u heeft voor mij geen last. Maar geen sprake van. Ik moet gaan zitten, eerst het toetje mee eten, een stuk ijs en dan mag ik pas aan het werk. En dan ga ik naar huis en dan kleed ik me snel om. Feestelijke kleding aan, stap op mijn fietsje richting mijn familie om daar aan het kerstdiner te gaan. Maar ik heb zoveel gegeten die hele dag in de Achterhoek, dat ik eigenlijk helemaal geen trek meer heb. Ondanks de verontwaardiging van mijn eigen familie die dag was het toch een van de mooiste kerstdagen ooit. En elk jaar met kerst moet ik nog wel aan die families denken. En hoop ik dat ze en geen inbrekers treffen en dat wij er als politie niet overkomen.